Hallo, goedemiddag luisteraars en kijkers van bij een nieuwe aflevering van Onlinehof. De nieuws en actualiteiten terugblik van de Piratenpartij. Het is vandaag 25 april en we hebben diverse nieuwsberichten waar we op zullen reageren vandaag. Maar allereerst een kort moment van rouw om de internetheld Dan Kaminsky, waarvan ons helaas gisteren het nieuws bereikte dat hij is overleden. Dan Kaminsky heeft heel veel gedaan voor de veiligheid op internet. Zijn claim to fame is toch wel zijn paper waarin hij laat zien dat het DNS-systeem kapot is qua veiligheid en wat geleid heeft tot het ontstaan van DNSSEC als veiliger alternatief voor het DNS-systeem. Ja, het DNS-systeem is waardoor jij gewoon een websiteadres kan intypen, zoals bijvoorbeeld google.com, en dat vertaald wordt naar de nummertjes die nodig zijn om een verbinding te leggen met de computer waarop die website gehost wordt. En er zaten fouten in qua afluisteren, maar nog veel erger. Het was mogelijk voor vervelende mensen om andere IP-adressen te injecteren voor bijvoorbeeld google.com, waardoor DNS-systemen dan foutief naar gehackte servers doorverwezen als jij bijvoorbeeld google.com intypte in je browser. Nou, met DNSSEC, veel mensen hebben er ongemerkt heel veel profijt van, want je hoeft daar als klant, als gewone gebruiker, hoef je niks voor in te stellen. Het is jouw internetprovider die ervoor zorgt dat het werkt. Maar het heeft wel internet veel veiliger gemaakt. En hij heeft nog heel veel andere dingen gedaan. Kijk zijn Twitter-account, @daminki. En nou ja, daarmee wou ik even beginnen. Tenzij iemand anders nog even op Dan Kaminsky wil reageren, geef ik het woord aan Jung over de nieuwste Facebook-uitspattingen van deze week. Ja, het houdt niet op, zou ik bijna willen zeggen, bij Facebook. Nou ja, volgens mij loopt het onderzoek in Ierland over die 500 miljoen gelekte gegevens. Maar ja, recent dus dat er iemand gevonden heeft dat er een tooltje bestaat dat je dan als het ware kunt inprikken bij Facebook. En dat je dan allerlei e-mailadressen eruit kunt gaan trekken. En zodra je er eentje hebt, dan kun je bij wijze van spreken via het adresboek wat je zelf hebt in Facebook dan steeds verder de boel open gaan trekken. Het lek is gemeld bij Facebook, alleen het interessante is dat de eerste reactie was van dit is niet zo'n heel veelgebruikte hack en wij zien op dit moment niet de noodzaak om dit weer te gaan dichten. Dit geeft dus wel aan, dat hebben we volgens mij wel vaker gezegd, van hoe Facebook blijkbaar over de privacy van zijn gebruikers denkt. En op het moment dus dat er een lek wordt gemeld, dat ze dat, ja, in ieder geval de meest recente meldingen, dat ze dat gewoon niet serieus lijken te nemen. En ja, ik bedoel, vooral voor zo'n bedrijf wat gewoon zoveel accounts heeft, zoveel weet over zijn gebruikers, en dan die gegevens niet fatsoenlijk afschermt. Ik zou zeggen van, dit is weer een reden om Facebook gewoon de hoogste boete uit te gaan delen, omdat ze privacy gewoon absoluut niet serieus nemen. Ja, ik zag deze week ook een intern stuk van Facebook gelekt uit het managementteam, waarin letterlijk stond van als de media-aandacht verstilt, dan hoeven wij het probleem ook niet op te lossen. Echt hoogste boete, geheel terecht. En ik voel me ieder jaar meer gerechtvaardigd dat ik mijn Facebook-account al jaren niet meer geopend heb. Ja, je wordt op deze manier ook niet gemotiveerd om het wel te doen, hè? Nee, inderdaad. Oké, André, wat, heb jij nog iets over Facebook? Mute. André staat op mute. Maar ik geloof dat het antwoord op mute. En dat is omdat ik iets op de achtergrond heb. Dat geluid wilde ik niet door, maar mijn machine reageert traag. Ik wil namelijk... Nou ja, ik ga er even uit. Ik ga even kijken of ik het probleem... Ja hoor, oké. Dan denk ik dat we naar het volgende onderwerp gaan. Dat is Apple die zich dingen verkoopt zonder ze te verkopen. Hoe zou je het omschrijven? Jung, kom er maar in. Ja, dit is denk ik weer in de categorie van... ben je wel volledig eigenaar van wat je nu eigenlijk koopt? Ja, ook nog even kort terug naar Dan Kaminsky. Die was ook volgens mij een van de mensen die de Sony rootkit op de cd's naar buiten heeft gebracht. Want je zou eigenlijk zeggen van op het moment dat je iets koopt, afgezien van garantie en dat soort dingen, dat je dan eigenlijk niet zoveel meer met de verkoper zelf te maken hebt. Hè? Dat je gewoon eigenaar bent van wat je gekocht hebt. En ja, in de tijd dat ze onder andere bij Sony dachten dat ze de verkoop van cd's nog moesten beschermen, dan hadden ze dus zeg maar een stukje software op de audio-cd meegeleverd, dat op het moment dat je het op een computer probeerde af te spelen, dat er een stukje software werd geïnstalleerd waar eigenlijk niemand op zat te wachten. En dat is iets waar Dan Kaminsky toch ook wel heel terecht aandacht aan heeft gegeven van jongens. Welkom terug, lieve kijkers en luisteraars. We zijn terug met Onlinehof, het nieuws- en actualiteitenprogramma. Vandaag te gast André Linnenbank, Jung Dijkhuis, Juri Evers en ik ben uw presentator David van Dijk. We hebben voor de onderbreking het gehad over Facebook. En nu zijn we naar de volgende technoloog doorgegaan. Apple. Jung, kan je zeggen wat je net aan het zeggen was? Kan je dat even terugherhalen? Ja, dit is zeg maar weer de categorie van als je iets koopt, ben je dan eigenlijk wel volledig eigenaar. Ja, dus ik weet niet precies waar we eruit gingen, maar laat ik even meteen nu naar Apple zelf gaan. Op het moment dat jij een iPhone of een iPad koopt, dan moet je ook een Apple ID aanmaken. Anders kun je er niet zoveel mee. En kun je al helemaal volgens mij geen apps installeren. Of zoals vroeger liedjes uit de iTunes Store kopen en afspelen. Ja, wat er nu aan de hand is dat iemand die heeft... als ik het artikel goed gelezen heb, dan laten we zeggen iets van €25.000 bij Apple besteed aan apps en misschien ook wel aan films en muziek. En om de een of andere reden, dat kon ik helaas niet uit het artikel halen, maar Apple heeft zijn ID geblokkeerd. En dat betekent dus eigenlijk ook dat hij niet meer bij zijn apps kan, niet meer bij de muziek kan, niet meer bij de video's kan. En ja, hier kun je dus eigenlijk afvragen van, klopt dit wel? En volgens mij in het artikel stond ook dat Apple zich eigenlijk een beetje probeerde te verdedigen met van, er staat wel een knopje met, in het Engels, hè, buy, oftewel kopen. Maar iedereen weet dat dat niet zo is. Ja, terwijl ik eigenlijk zoiets heb van ja, op het moment dat je iets koopt, dan is er een overdracht geweest. En dan moeten er wel heel zwaarwegende argumenten zijn om zoiets nog terug te draaien. Dus ja, en in de voorbespreking hadden we het ook nog even over Bruce Willis. Die zijn hele iTunes-collectie zeg maar in de erfenis wou overdoen aan zijn kinderen. Maar ja, daar wou Apple in ieder geval ook niet aan meewerken. Want die had zoiets van, ja, we hebben het aan één persoon verkocht. En het is niet de bedoeling dat het overdraagbaar is. Maar ja, dit is dus nog eigenlijk nog een stapje eerder. In de zin van, ja, iemand, om wat voor reden dan ook, Apple heeft dan dus het account geblokkeerd. En ik heb me wel eens laten vertellen dat op het moment dat jij eigenlijk echt root toegang wilt tot je iPhone of je iPad. En Apple komt daarachter. Dat al een reden kan zijn voor Apple om je account te gaan blokkeren. En eigenlijk zou ik zeggen van ja, het vervelende met Apple is ook wel van je kunt niet om ze heen. Ja? Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens bij Google Music wel eens liedjes gekocht, maar daar had je in ieder geval nog de mogelijkheid om het als mp3 te downloaden. Ja, mocht Google bij wijze van spreken failliet gaan, dan heb je nog steeds je muziek. Alleen bij Apple ligt het allemaal veel complexer. En eigenlijk zou je daarom ook zeggen van, daarmee zou Apple ook veel terughoudender moeten zijn om die accounts te blokkeren. Ja, in het verleden, Apple hoeft niet eens failliet te gaan. Want bij Microsoft had je ook een muziekapparaat met een muziekwinkel gekoppeld, de Zune, de Z-U-N-E. En die hebben ze gewoon afgesloten en daar hebben mensen ook gewoon voor vergelijkbare bedragen aan muziek die ze gekocht hadden in de orde $10.000 kwijtgeraakt. Gewoon omdat Microsoft besloot de Zune te stoppen. En ja, daarom zeggen wij, zorg dat je gewoon echte kopieën van de muziek hebt. En om nog even terug te gaan naar de Sony Rootkit. Dat is wellicht geen nieuws, maar ik vind het toch even heel belangrijk om uit te leggen wat daar nu precies gebeurde. De software, er werd... De CD standaard zet enige bescherming in. Een soort errorcorrectie zit er in de CD. Waardoor ook als er wat data verkeerd wordt gelezen, doordat er een krasje op de CD zit, dat de muziek toch nog 100% perfect kan worden afgespeeld. En dat werd kapot gemaakt door Sony. Vervolgens... Met hun software werden extra drivers geïnstalleerd die dan die fouten gingen negeren. Wat ja, gewoon ook extra risico's voor je computer is. Maar erger nog, er zat een grote fout in die software. Waardoor als je dat gedraaid had, jouw computer gewoon gevoelig werd gemaakt voor hackers via internet. Nou, dat kan toch gewoon... Dat is gewoon absurd dat ze daarmee weg konden komen. En dat daar nooit enige schadevergoeding voor betaald is. Ik heb zelf geen Apple-producten, maar ja... voor mensen die wel Apple hebben, ja, er is inderdaad niet omheen te komen. En... Ik zou een hele grove voorspelling willen doen dat dit blokkeren misbruikt gaat worden. Hier gaan mensen uitvinden hoe ze kunnen zorgen dat andere mensen geblokkeerd worden. Hè? Als je ruzie hebt met de buurvrouw, blokkeer het Apple-account van de buurvrouw en ze kan niet meer op de telefoon. Nou, dat gaat zeker gebeuren. Heeft een van jullie nog iets toe te voegen over Apple, Juri of André? Nou ja, in zijn algemeenheid natuurlijk gewoon het hele idee, daar zijn we als piraten natuurlijk altijd mee bezig, van er is zoiets als auteursrecht en er is IP-rechten en zo. En dat is één kant van de zaak waarbij je dus wil dat degene die iets maakt daar ook fatsoenlijk voor betaald wordt. Dit is eigenlijk een beetje de andere kant van de medaille. Dus dat als jij iets maakt en je verkoopt dat aan iemand, dan wil je ook dat die iemand dat heeft. En degene die het heeft, die wil ook dat hij het ook echt iets mee kan doen. Want natuurlijk uiteindelijk is niet alleen de consument hier te dupe, maar ook alle muzikanten, alle makers van films, die zijn hier ook op een bepaalde manier dupe van. Want er zijn weer mensen die niet meer bij hun materiaal kunnen komen. En misschien ook nooit meer dat materiaal zullen kopen, omdat ze zoiets hebben van dit is gewoon te onveilig. Dus het tast ook echt heel fundamenteel de rechten aan beide kanten van het systeem aan. En de middleman, degene die het IP soort van beheert, soms in eigendom heeft. En dat dan weer aan iemand anders doorgeeft. Platenmaatschappijen, Apple, Google, weet ik veel. Al die organisaties die zich daar middenin gevrongen hebben om te zorgen dat zij van het geld wat van de consument naar de docent gaat, dat ze daar iets van kunnen afromen. Iedereen die zich daar is, die tasten de wetgeving aan en die tasten ook de rechten van beide kanten aan om te zorgen dat zij zoveel mogelijk geld eruit kunnen halen. En we moeten dus gewoon, vind ik ook weer toe, naar een systeem waarin wij als consument direct bij de producent gaan kopen. En dan heb ik het niet alleen over dat ik hier naar de boer wil gaan om daar een litertje melk te halen, maar ik wil ook gewoon naar een website of op een of andere manier van een muzikant kunnen gaan en daar iets kopen en daar een transactie met de muzikant hebben waar verder niemand tussen zit. En dat is ook gewoon om mijn rechten te beschermen, om zijn of haar rechten te beschermen. Ja, ik denk dat we als partij heel erg ons hard voor maken. Ja, veel piraten kiezen er ook voor om t-shirts of andere band merchandise te kopen of concertkaartjes in plaats van de muziek, omdat een veel groter deel van de inkomsten van die dingen naar de artiesten toe gaat. Ik draai wel eens een concert van een band, maar dat is alleen maar van de band waar ik dan ook de DVD van heb. Ja, natuurlijk doe je dat. Althans, ik vind dat natuurlijk. Ja, want de artiesten krijgen gewoon zo weinig van wat er aan de muziekverkoop. Ik zag deze week nog een artiest klagen over de Spotify streamvergoeding. Terwijl de directeur van Spotify grapjes maakt dat hij Arsenal wil kopen. Een van de duurste voetbalclubs ter wereld. Ja, en in een van de bands die ik dan volg, ik weet niet of het er eerder af gaat, Nightwish. Dus de bassist die is uit de band gestapt begin dit jaar. En die is heeft zich ook in principe teruggetrokken uit het publieke leven. En als motivatie, behalve een aantal dingen die in de coronacrisis gebeurd is, nou misschien ook juist in de coronacrisis weer naar boven kwam, is dat hij als bassist werd geacht om door te werken en te zorgen dat er stond, waardoor andere mensen weer geld konden blijven verdienen, terwijl hij daar helemaal niet of nauwelijks voor gecompenseerd werd. Hij werd gewoon geacht eigenlijk van 9 uur 's morgens tot 5 uur 's avonds content, zodat andere mensen eraan konden verdienen. Dat brak hem op een gegeven moment gewoon op. Want hij wil best een concert geven, want dat is hartstikke leuk. En dan doe je ook wat. En oké, dat iemand anders dan aan die content misschien nog een keer wat verdient. Hallo, welkom terug. Excuses voor de onderbrekingen, lieve kijkers en luisteraars. Het haalt ons ook van het apropos af natuurlijk, maar Ik wilde aan jou vragen, Juri, om jouw eigen onderwerp te introduceren. Een vergadering van Kamerleden en wat is er precies gebeurd? Kan je dat vertellen? Oké, yes. Er was een vergadering van de Buitenlandse Zakencommissie van Nederland. Onder andere, wie zat er nou in? Nou, een heleboel... die Sjoerd Sjoerdsma was volgens mij, die ook bezig was met China. Daar zat Volkov in. Volkov is een dikke maat van Navalny. En nou, het gaat niet helemaal soepel in Rusland, om het maar eventjes een beetje kort door de bocht te zeggen. Met Navalny gaat het niet zo lekker met hem. Dus ja, heel belangrijk dat er met Volkov kan worden gesproken. Nou, wat blijkt dus... Die Volkov die heeft helemaal niet zelf gesproken met die Buitenlandse Zakencommissie. Maar het was een deepfake van waarschijnlijk de Russische overheid. En ja, hoe angstaanjagend is het om nu te weten van oké, je kan gewoon in een Zoom zitten. Denk je dat je in een Zoom zit met je docent geschiedenis, blijkt het gewoon een deepfake van de Russische overheid te zijn. Het klinkt nu nog bizar, weet je wel? Alleen het is gewoon, even kijken, dat is van de week gebeurd. Van de week is het gebeurd. Van de week hadden we, voor zover ik kon terugvinden, de eerste grote deepfake in een Zoom gesprek. Met wereldleiders eigenlijk, dus wie wil je nog meer op reageren? Ik laat zo even plaatjes zien. Ik probeer ondertussen even de techniek weer een beetje op te starten. Ik kan iemand even inhaken hier op dit onderwerp. Ja, ik noemde... Kom maar hoor, André. Ja, ik weet niet of dit deepfake heet. Het is in feite gewoon een animatie. Ik heb het niet helemaal gezien hoe het gedaan is, maar... Wat er normaal vaak dit soort dingen gedaan wordt, is dat er via facial recognition de verschillende punten uit je hoofd worden gepakt en gekeken en gereconstrueerd welke beweging jij maakt met je hoofd. En die worden overgezet naar een real-time, naar een animatie. En ja, misschien moet je het ook wel een deepfake noemen, want dat is de term die er misschien voor gebruikt wordt. Maar het is natuurlijk gewoon wat we kennen uit de filmindustrie, waarbij je golven over de grond loopt. En dat lijkt uiteindelijk, als je terugkijkt, een man in een zwart pak met allemaal witte puntjes te zijn geweest. Die beweegt en dat wordt overgezet naar. En datzelfde geldt voor heel veel andere dingen. En dat is hier dus ook het. Hier een model gemaakt van iemand en daar is real-time die geanimeerd. En ja, dat kan. Dat kan je ook doen. TikTok pakt real-time allerlei dingen op je hoofd en die volgt ruwweg in je hoofd. Maar je kan het met veel meer punten doen. Dan kan je ook alle gezichtsuitdrukkingen proberen te simuleren. Ja, natuurlijk gebeurt dat. Bij de standaard software die je hiervoor kan installeren op je computer zit ook een model van Daniel Radcliffe, dat je als Harry Potter kan toespreken. Het is veel te makkelijk om te installeren en wij gaan het niet uitleggen. Zoek het maar uit als je het wil proberen. Het schendt ook gewoon het vertrouwen. Alles in de toekomst kan in twijfel worden getrokken. Wat ik mooi vond, is een van de reacties die ik erop zag. Want tegelijkertijd was er iets met iemand die wel of niet iets gezegd zou hebben. En toen werd daar excuses voor aangeboden. Rutte speelde daar een rol in. Ik ben even vergeten wat precies de context was. Misschien dat een van de anderen... Ja, dat was ook deze week inderdaad. Een acteur die had een fragment waarin Rutte erg flirterig met een tv-persoonlijkheid, geloof ik, sprak. En het AD zei, deze acteur verspreidt een deepfake van Mark Rutte. En dat bleek achteraf toch geen deepfake te zijn. Maar goed, niet echt gerectificeerd helaas... Ondanks de grove beschuldigingen tegen de persoon die het filmpje verspreidde. Ga verder, André. Ja. Ik ga twee kanten van de zaak. Je hebt aan de ene kant heb je nu de mogelijkheid om real-time te doen alsof je iemand anders bent. Je kan ook filmpjes maken alsof je iemand anders bent. Die kan je op internet zetten. Je kan iedereen alles laten zeggen tegenwoordig. Dus dat maakt dat die kant van de zaak onbetrouwbaar is. Maar de andere kant van de zaak was ook van datgene wat wel echt is. Daarvan gaat nu iedereen roepen dat het misschien wel een deepfake is. En dat zeker, er was ook... Er was ook toch die president van Gabon. Die had een video waarin hij een beetje... wat had hij nou? Iets van een... had iets met zijn hoofd of zo, dat hij eventjes zijn gezichtsuitdrukking niet helemaal lekker gingen. En toen dacht iedereen dat hij gediepfaked was. Even kijken. Dus iedereen liep hem in... Ja, en toen kwam er een koep. Gewoon codec-artefact was dat. En gewoon even een internetpakketje wat mist. En je krijgt wat codec-artefacten. En mensen die dat niet herkennen, denken dat er iets bijzonders is. Ook heel veel van de alienjagers spelen met JPEG-artefacts. Maar ik denk dat het tijd is voor het volgende onderwerp. Dus een onderwerp wat ik zelf heb ingebracht. Computer says no. Vreselijk voorbeeld in Groot-Brittannië. Een van de redenen waarom de Piratenpartij ook de organisatie steunt. Wij vertrouwen stemcomputers niet. Wat is er gebeurd? In Groot-Brittannië hadden ze bij de postkantoren een softwarepakket wat fraude moest detecteren. Gedaan door de bestuurders van het postkantoor. En die software heeft foutief heel veel mensen van fraude beschuldigd. Met geen mogelijkheid voor die mensen om zich te verdedigen. Tot gevangenisstraffen toe, grote boetes, financieel geruïneerd. Dit is gaande geweest vanaf 2000 en pas in 2019 na vele rechtszaken aangespannen door deze mensen is er iets aan gedaan en zijn mensen die hebben hier 9 jaar voor in de gevangenis gezeten. Omdat een softwarefout zegt dat je gefraudeerd hebt. Dat is toch ontzettend vreselijk. Dat je stem niet telt, vinden wij al onacceptabel. Onacceptabele schending van de burgerrechten. Maar moet je voorstellen dat je gewoon jaren de gevangenis ingaat. En wij als Piratenpartij roepen op om dit soort artificial intelligence systemen, om die transparant te maken. En we zijn daarom ook wel blij met wat er momenteel in Europa zijn er wat bewegingen geweest om richtlijnen rond artificial intelligence, algoritme populairder gezegd, te doen. Maar misschien wil eerst een van jullie nog op Computer Says No reageren. Jung? Ja, dit voelt zeg maar vergelijkbaar met de toeslagenaffaire hier in Nederland. En in dit geval gaat het zeg maar om toch wel mensen die op een wat hogere positie zaten. Dus je zou eigenlijk zeggen, in die zin wat minder kwetsbare mensen. Maar ook daar zie je dus van hoe makkelijk je vermorzeld wordt door het systeem. En dat die mensen dus blijkbaar ook niet de middelen hebben gezien om zeg maar een onderzoek aan te vragen. Want stel je wordt beschuldigd van fraude en het is een fout van het systeem, dan zou ik bijna zeggen, dan zou je eigenlijk vanuit het boekhoudsysteem toch eigenlijk ondersteuning moeten krijgen dat het fraudesysteem het bij het verkeerde eind heeft. Ja, ik heb zeg maar ook de details niet echt. Maar je zou eigenlijk bijna zeggen van bij die fraudesystemen heb je dus zeg maar ook een soort van wederhoor nodig. Dat je gewoon niet automatisch op de uitkomst van zo'n systeem mag vertrouwen. Ja, dat lijkt op ons toeslagensysteem. Er is geen beroep mogelijk. In Nederland was het beroep wel mogelijk, maar werd het op allerlei manieren onmogelijk gemaakt. En als je in beroep ging, dan werd het altijd afgewezen. Ik geloof dat het inderdaad in Engeland onmogelijk was om in beroep te gaan zelfs. Dus als ik het goed snel had gelezen. Dus het is inderdaad wel een beetje vergelijkbaar. En het is dat je geeft waarin we onze samenleving moeten gaan inrichten. En ik denk ook dat het richtinggevend is voor straks de gemeenteraadsverkiezingen. Is dat we ook als we in de gemeenteraad komen, dat een van onze aandachtspunten zal blijven zijn. Kijken naar hoe de burgers behandeld worden door de gemeente. En hoe we dat kunnen waarborgen dat daar geen fouten worden gemaakt. En dat iedereen recht heeft op wederhoor. Zonder dat dat weer leidt tot het dichtslippen van het hele systeem. Want als als er wederhoor mogelijk is, kan je dat... Iedereen die daar geen behoefte heeft, die kan dat weer meest plat leggen door zeg maar denial service aanvallen uit te oefenen op zo'n systeem door continu overal tegen in beroep te gaan. Maar goed, dat soort dingen wordt voor ons denk ik in de gemeenteraadsverkiezing het volgende punt. Een van de punten, aandacht voor de relatie tussen gemeente en burger. Voor wat betreft de behandeling in de digitale systemen van de gemeente. Ja, ik denk dat de vergelijking met de toeslagenaffaire ook erg goed is. Dat ja, zo'n onmogelijkheid om in beroep te gaan. En helaas wordt de computer vaak gebruikt om zich achter te verbergen. Want bij de toeslagenaffaire is ook echt nog niet de onderste steen boven. Het lijkt er heel duidelijk op dat die toeslagenaffaire, dat niet een foutje, een programmeerfoutje is geweest, maar dat bewust onder druk erin gezet is. Maar intussen is het kabinet, blijkens nieuws van deze week, vooral bezig met te zorgen dat er onderste steen nooit boven zal komen. André, jij bracht nog iets in van de transparantie van de ministerraad notulen. Kun je daar nog iets over zeggen? Nou ja, dat is precies hierover. En dat gaat er ook over dat, kijk, in de notulen van de ministerraad staat dat ze erover gesproken hebben om een aantal dingen te doen. Om zich proberen tot reden te brengen en zorgen dat de Tweede Kamer niet voldoende zou worden ingelicht over de toeslagenaffaire. Namelijk alles wat bezwaarlijk het kabinet moest bij school. Dat stond in de notulen. Die notulen zijn geheim, zelfs zeer geheim. Dus daar was tegelijkertijd meteen ook vanuit allerlei staatsrechtgeleerden discussie over van, ja, maar je kan niet zomaar staatsgeheimen publiceren. Dat je dus in een merkwaardig spagaat, of eigenlijk is het gewoon een klassiek klokkenluidersprobleem. Er wordt door een organisatie de wet overtreden. Maar je mag om wat voor reden ook, mag je dat niet naar buiten brengen. Volgens de officiële regels. Onder welke omstandigheden mag het dan wel? Nou, dit lijkt me dat het landsbelang hier groter is dan het staatsgeheim blijven van deze dingen. Want die zijn bedoeld om personen buitenschot te laten. En bovendien is het zo, naar mijn opvatting is het zo, die notulen zijn geheim omdat wij de regering vertrouwen dat ze op een eerlijke manier bezig zijn met het besturen van het land. En dat vertrouwen is geschonden. Dus ja, dit is toevallig de ministerraad. En als ministerraad zijn ze beschermd door het staatsgeheim. Ze hebben hier zodanig het vertrouwen geschonden dat wat mij betreft terecht is dat wie dan ook als klokkenluider dit naar buiten heeft gebracht. Ik geloof dat, want dat deed Tom de Graaf vanmorgen ook, dat we daarbij nog wel de kanttekening moeten maken dat morgen pas de notulen ook daadwerkelijk gepubliceerd worden en dat we dan pas echt weten wat erin staat. Dus het kan zijn dat het nog meevalt. Het kan zijn dat er nog dingen zijn zwartgelakt. Het kan zijn dat het allemaal geredigeerd is. Maar het kan ook gewoon zomaar morgen zijn dat we morgen weten dat inderdaad in de ministerraad hierover gesproken is. En als het mij vergund is om nog een tweede punt te maken, wat ik op Twitter ook al een paar keer geprobeerd heb te maken. Mag dat, David? Ja, ik wil nog wel even op het klokkenluiderpunt verder zo. Ja. Maar dat is misschien meer een zijstraat ook. De Piratenpartij is voor betere bescherming van klokkenluiders. In Nederland hebben we een zogenaamd huis voor klokkenluiders. Maar ook die zeggen dat de bescherming nog ernstig tekortschiet. Deze week was er voor een Amerikaanse klokkenluider, Reality Winner, die ook echt een typisch voorbeeld van klokkenluider voor landsbelang de bevolking wilde waarschuwen voor beïnvloeding van de verkiezingen. Wederom Piratenpartij, wij vertrouwen stemcomputers niet. En ook dat hele aspect speelt daar zeker in mee. De Piratenpartij wil ook voor deze klokkenluider zeker bescherming. Misschien geef maar aan, André, is het nu even naar andere mensen nog reageren op de klokkenluider of beter jouw tweede punt? Nou ja, ik vind het misschien wel goed als die jongen ook even gewoon vanuit Piratenpartij Nederland daar nog even op reageert. Ik bedoel, hoe staan we er als Piratenpartij Nederland in en wat gaan we in de Tweede Kamer, in de gemeenteverkiezing straks ermee doen? Ik denk dus dat het al eerder gezegd is van ik denk dat het onderwerp klokkenluiders misschien de laatste tijd eigenlijk ook wel te weinig besproken is. Aan de ene kant is het zeg maar wel gelukkig dus dat er wel steeds meer dingen naar buiten komen, maar ja, je hebt wel het gevoel van dat een aantal dingen misschien ook al veel eerder naar buiten hadden moeten komen als bescherming van de burgers, een beetje misschien ook de bescherming van het land zelfs. Ja. Dus ja, ik denk ook binnen gemeentes dat er heel veel dingen misgaan. Ik bedoel, aan de ene kant, dat er fouten worden gemaakt is menselijk. En ja, wat we ook weten is dat het een hele menselijke reactie is om dat dan ook proberen te verbergen. En het risico is denk ik ook van als je dus bijvoorbeeld ziet dat jeugdzorg naar de gemeentes wordt gebracht. Dat op zichzelf hoeft geen probleem te zijn. Maar ook dat is weer zo'n onderwerp of dossier waarbij er eigenlijk heel veel transparantie nodig is. Omdat er toch beslissingen genomen kunnen worden die een enorme invloed kunnen hebben op de levens van mensen. En in dit geval dus ook van jongeren. En ja, je wilt toch wel graag dat 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 die beslissingen op de juiste gronden genomen worden. Natuurlijk, het is niet de bedoeling dat je de beroepsprocedures als een soort van DNS-attack, in de zin van, want volgens mij was het vroeger ook eens een keer geprobeerd met bekeuringen voor snelheidsovertredingen. Van als iedereen nou gewoon standaard een beroep indient, dan slipt het systeem wel vol. Maar ja, ik denk dat op dit moment de balans meer doorgeslagen is in de richting van dat we echt wel meer transparantie nodig hebben. En hoe meer je bij de gemeentes gaat beleggen, hoe meer je daar ook bescherming van klokkenluiders nodig zult hebben. Ja, er wordt ook gewoon in Nederland heel veel op gemeentelijk niveau besloten. En daar is de Piratenpartij helemaal niet tegen of zo. Dat is helemaal prima. Wat dingen die op gemeenteniveau besloten kunnen worden, is het vaak ook gewoon goed. Maar dus datzelfde probleem met dat blinde vertrouwen in computers zien we dus in meer dan 200 Nederlandse gemeenten ook gebeuren. Waar ook fraudeopsporing ondersteund met computers wordt. Nou, daar zitten ongetwijfeld nog toeslagschandaalachtige affaires onder de wateren verstopt. Oké. André wilde graag... Dat punt, het gaat over regeerbaarheid, denk ik, dat je wilde hebben, of heb ik het verkeerd begrepen? Ja, en een opmerking over de afsluiting van het vorige. Kijk, we hebben een overheid om voor ons een aantal dingen te regelen. En zolang iedereen bij de overheid maar werkt vanuit het idee dat hij voor de samenleving werkt, is er geen probleem. Op het moment dat de mensen binnen de overheid of binnen clubjes binnen de overheid de club belangrijker vinden dan de dienstverlening, en dat is het onderliggende patroon wat je steeds ziet, dan gaat het mis. En dat is wat we echt moeten zorgen dat weer terugkomt ook in alle gemeentes, in alle provinciale staten en in de Tweede Kamer. Het gevoel dat we daar zitten om voor de burgers iets te betekenen. Nou, en het tweede punt ging over regeerbaarheid, omdat ik zie die discussie de hele tijd terugkomen. Ik zie continu ook aanvallen op Kaag en Hoekstra nu ook. Ik zag meteen nadat dingen van RTL bekend waren, op Twitter een enorme aanval op Kaag. En dat is kennelijk dan ook zo georchestreerd, dat gevoel heb ik dan. Het idee is om te zorgen dat niet alleen meer Rutte verantwoordelijk is gehouden kan worden voor alles wat er misgegaan is in het kabinet. Maar dat we de schuld gaan verspreiden over zoveel mogelijk andere mensen. Dus ook naar Kaag en Hoekstra. Met het idee dat daarmee de verantwoordelijkheid van Rutte ophoudt. En dat Rutte gewoon weer Rutte 4 kan gaan formeren. En dat is waar ik op dit moment toch heel ernstig moeite mee heb en waar ik tegen wil waarschuwen. Ga niet mee in dat frame dat iedereen even schuldig is. Als er in een kabinet gesproken wordt over of we wel of niet dingen moeten doorgeven aan de Tweede Kamer, dan is Rutte als premier daar verantwoordelijk voor. Die heeft dat waarschijnlijk ook, die discussie met de ambtenaren voorbereid. Die heeft een antwoord voorbereid waardoor hij denkt dat hij weg kan komen met het onvoldoende informeren van de Kamer. Dan brengt hij dat in het kabinet. Dan wordt daar misschien ook over gesproken. Als niet iedereen onmiddellijk doorheeft waar het over gaat en onmiddellijk daartegen protesteert. Is niet goed. Had je beter moeten weten. Maar maak je niet net zo schuldig als Rutte. Het blijft gewoon het probleem van de minister-president die dit initiatief neemt om de Kamer niet goed te informeren. En je kan er als Kaag, die had best kunnen zeggen, ja, je bent daar helemaal niet mee eens. Dan was de consequentie gewoon geweest dat ze uit het kabinet had moeten stappen. En datzelfde geldt voor Hoekstra. Op het moment dat je in een kabinet zit, is degene die dat voorzit, die heeft zoveel macht over, ook omdat hij de grootste partij vertegenwoordigt, die heeft zoveel macht over de andere mensen, dat ik het niet helemaal terecht vind. Ik vind dat ze misschien hebben zitten slapen, maar ik vind dat hier echt de hoofdschuldige Rutte is. En het is des te meer reden, deze affaire, om aan te geven dat Rutte volstrekt ongeschikt is om nog een vierde termijn in te gaan. Het mag best een andere VVD'er zijn van mij, liever niet. Ik ben geen fan van de VVD, maar Rutte absoluut niet. Want Rutte gaat deze hele manier van denken over de burger als klant, als degene die op een afstand moet worden gehouden, die alleen maar vervelend is omdat hij af en toe informatie wil hebben. Dat hele gevoel wat daar bij Rutte in zit, dat ga je echt niet veranderen. Rutte kan geen leider worden van het nieuwe kabinet. Dat was de boodschap die ik er nog onder wilde zetten. Sorry, hi. Oké, ja hoor. Tenzij Jung of Juri hierop wil reageren, denk ik dat we anders naar het laatste onderwerp gaan. We hebben er nog één. Oké. Mensen stonden juichen toen Twitter allerlei corona-waarschuwingen bij tweets van Donald Trump en de rechterin. Juri, wil jij hem inleiden of zal ik het verder doen? Ik wil hem wel inleiden. Even kijken, ik pak even het artikeltje erbij. Dan zet ik even de camera op mijzelf. Niet als mag, ja. Even kijken. We hadden, ja. In India gaat het nu niet zo lekker met die corona. Hebben jullie vast allemaal een beetje meegekregen. Nou, de Indiase overheid die heeft allemaal wetten waarmee ze dus kunnen zeggen van hey Twitter, verwijder dat. En ja, Twitter heeft een heleboel kritiek over de corona-aanpak, voor zover je het een aanpak kan noemen. In India van Narendra Modi, de president volgens mij, premier weet ik het. Ja, president van India. Al die tweets, een aantal tweets die daar kritiek op hadden, die waren verwijderd. Even kijken, ja, dus een heleboel tweets van politici in India zelf, die zijn verwijderd. Ja, het ging ook over het zorgstelsel en ook een paar tweets die verwijderd waren. Even kijken, dat had ik ook gelezen. Nou, in ieder geval, het idee is van, oké, het gaat niet goed met de corona en dat mag je niet zeggen op Twitter. Want dan word je eraf gegooid door de president van India. Of in ieder geval door zijn ministerie. Die vindt het niet goed dat er zoveel kritiek op is. En nou, hartstikke mooi toch. Dat we allemaal op één lijn zitten. En ja, ik vind het echt te gek voor woorden. Dit is gewoon... dit is echt autoritaire onzin. Niet alleen van India. Dat heb je al een heel klein beetje af en toe. Alleen dat het gewoon op Twitter... Dat Twitter luistert naar... naar wat voor bezoeken er vanuit de overheid komen. Dat is denk ik ook een waarschuwing voor mensen die nu zeggen van... je moet die tokkies van Facebook afgooien. Maar ja, als wij de tokkies van Facebook afgooien... Dan gooit Modi de mensen die kritiek hebben op zijn ding eraf. Want je legitimeert het dat de overheden zoveel invloed hebben op wat die bedrijven doen. Wil iemand hierop reageren? Nee, je maakt echt heel goed het punt wat ik... wij kunnen niet zeggen van, hey, doe dat dus niet als de andere kant zegt, maar je doet het zelf ook. En in dit geval, ja, de wetenschappers die verwijderd worden van Twitter, het is gewoon schandalig. André, heb jij er nog iets op? Nee, behalve dan natuurlijk weer... Kijk, dat we daar als Piratenpartij altijd mee bezig zijn. Omdat het zo'n ingewikkeld verhaal is. Waarbij je enerzijds wil je absoluut niet dat mensen van Twitter worden gegooid... omdat ze dingen zeggen die iemand onwelgevallig is. Aan de andere kant wil je ook niet dat er allemaal onzin wordt verspreid... En we zitten hier ook nog een keer met het probleem dat er sprake is van een monopolist, de facto monopolist. Dat is een groepje monopolisten bij elkaar, die niet aan wet en regelgeving, echte wet en regelgeving gebonden zijn, omdat het private partijen zijn. En wat je eigenlijk, waar we heen moeten, is dat we een communicatieplatform hebben waarvan de regering verantwoordelijk is voor dingen die wel of niet gebeuren. Waarbij we keurig een WOP-verzoek kunnen indienen als er iemand van afgegooid wordt. En dat we dan niet zwart gelakt WOP-verzoek terugkrijgen. En ik denk dat we dat al heel lang vinden. En dat we gewoon in Europa zeker gewoon toe moeten naar een systeem waarin we zelf onze informatievoorziening in de hand kunnen houden. En waarin onze regels gelden over wat wel en niet mag. En dat is veel meer dan wat in andere delen van de wereld geldt. En dus geen censuur. En wel een vrees een centrale overheidsdienst. Want het is gewoon infrastructuur dit. En dat besteden wij als burgers uit aan de overheid. En niet aan het bedrijfsleven. Yes, oké. Dan denk ik dat ik nog één laatst binnengekomen onderwerp wil benoemen. Sorry Juri, deze is niet aangekondigd, maar de persvrijheid in EU-landen is in gevaar, was gisteren een artikel op de NOS. In kleine stapjes wordt de persvrijheid steeds verder beperkt in veel EU-landen. Niet alleen in Hongarije, maar in heel veel landen. En het wilde ik toch even benoemen. Wij van de Piratenpartij steunen ook pers die ons niet vriendelijk gezind is. Wij zijn voor alle pers. Pers moet vrij te werk kunnen gaan. Daarmee komt er denk ik een einde aan deze uitzending van Onlinehof. Veel technische problemen. Ik zie Jung ook niet meer, geloof ik. Of ligt dat alleen bij mij? Als het goed is, ben ik er weer. Ja, alleen zonder beeld. Maar dat geeft niet. Je komt toch niet in beeld. Ja, ik wil even de gasten bedanken. In ieder geval mijn vaste medepresentator Jung Dijkhuis. André Linnenbank uit Zaandam. Onze man van de techniek en de redactie Juri. En ik was uw presentator. Volgende week is er geen Onlinehof in verband met de algemene ledenvergadering van de Piratenpartij. Maar de week daarna zijn we weer gewoon terug. Dank jullie voor het kijken. Tot volgende week. En als jullie suggesties hebben, stuur ze per mail. Dank u wel.